Bij huidige auberginekwekers passeert ongeveer 7.500 tot 10.000 vruchten per uur de machine. En er staat een werknemer die staat de hele dag de vruchten recht te leggen. Dit is ten eerste een kostenpost voor de tuinder en ten tweede niet echt arbeidsvriendelijk voor de werknemer. Dus we zijn aan het kijken of wij dat met een robottoepassing kunnen vergemakkelijken. We zijn gaan kijken wat een goede manier was om aubergines op te pakken. Dus we zijn eerst gaan kijken naar een robothand die al bestaat. Die zijn speciaal gemaakt om aubergines heel voorzichtig op te pakken. Maar die zijn vooral gespecialiseerd in het enkel stuks oppakken. Dus wij hebben hier te maken met een bulk, dus heel veel aubergines naast elkaar en tegen elkaar aan. En daar voldeed die niet helemaal. Dus zijn we zelf gaan kijken naar een vacuümoplossing. Dus kijken of we met vacuüm de aubergines eruit kunnen halen en weg kunnen leggen. En daar hebben wij een aantal prototypes voor gemaakt. En uiteindelijk hebben we een prototype laten 3D printen. En die is nu op ons model werkend. De aubergines komen aan op de lopende band. En vervolgens zit er een camera in de camerakast die de aubergines bekijkt. Vervolgens is er een algoritme in de computer die berekent hoe de aubergine ligt en wat de ligging is. Die stuurt die coördinaten door naar de robot. En de robot die pakt vervolgens de aubergine op, legt hem zoals die hoort te zijn. En de aubergine vervolgens weg richting de sorteermachine. Het haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat het technisch haalbaar is. Met de gekozen componenten kunnen we het zeker voor elkaar krijgen. Het heeft genoeg potentie. Er zijn echter nog wat obstakels die overwonnen moeten worden, zoals het meer verspreiden van het product over de band. Dus dat er minder bulk is, maar meer uitgespreid. En daarnaast rollen de aubergines nu nog over de band. En eigenlijk moet het ook zorgen dat het stil ligt. Dus daar moeten we ook een oplossing voor verzinnen.